Jouw eerste kus, kun jij je die nog herinneren? Ja, dat was met diezelfde jongen. Daar heb ik volgens mij een hele video zelfs over gemaakt. Het Ja? was de Op YouTube coronacrisis dan? begon, ik verveelde me. En ik verveel me eigenlijk nooit. Maar ik dacht, hey, ik ga even weer lekker met mijn YouTube-kanaal bezig. Dus ik ging allemaal Q&A's. Dus op een gegeven moment had ik één Q&A over de eerste kus. En daar ging ik ook gewoon grapjes over maken en mensen advies geven. Het was meer een soort van entertainment ding. En toen heb ik daarover verteld. Ja, ik voel het gewoon maar een beetje raar. Ja, nee, snap ik ook wel. Het is ook de Ik eerste kan me keer. goed Ik ben herinneren, ja. onervaren ook. Oh, je kunt je goed herinneren. Ja. Oké. En, hoe was de ervaring? Nou ja, het was. Ik vond het gewoon een beetje goor. Ja, dat was de eerste gedachte van wat is dit nou? Waar maken Ja. zijn ze zich zo druk om? Is dit dan zoenen? Leuk. Wat voor advies zou jij degene die kijkt en het nog nooit heeft gedaan, zou je diegene meegeven? Want jij hebt die ervaring nu wel. Iedereen kan het. Nee, ik vind het altijd heel zielig. Ik had ook wel eens meiden aan mijn klas die dan, ook voordat ik het ook nog had gedaan, maar die dan soort van, oh, ik ben een beetje bezig met een jongen en straks gaan we zoenen en dat vind Ja, ik eng. heel En dat spannend. ik dacht, ja, maar dit is volgens mij gewoon waar wij mensen voor gemaakt zijn om ons voor te planten. Dus we moeten sowieso kunnen zoenen waarschijnlijk. Dus dat, ja, het soort van maak je daar niet druk om. Nee, oké. Ik heb een leuk item voor je. Oeh. De drie do's en drie don'ts, de vereisten om goed te kunnen zoenen. Oh. Ja. Als jij drie do's moet opnoemen. Dus de drie dingen waardoor je echt kunt bepalen van oké, Nou, dan zoenen, zoen je dat is goed. stap 1. Ja, wat kan je goed doen en niet goed doen met Ja. zoenen? Hoe? Ik zal je helpen. Een beetje, denk aan lippen bijten, denk aan waardoor je op je gemak gaat voelen of. Nou, dat is meer denk ik van tevoren. Wat de jongen bij mij een keer heeft gedaan, is dat hij eerst mijn hand heeft gepakt voordat hij me zoende. Zodat je soort van snapt van er komt iets aan. Niet zomaar bam, ineens ermee gaan beginnen. Dat Dat is is één. denk ik Ja, één dat is die meer. Oh, heel dat is een prettig mooie. is. Even denken. Wat is nog meer een do? Niet meteen die tong erin gooien. Dat is ook een beetje Nummer twee. intens. Oh, maar dat is don't eigenlijk. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja. Oké, laten we nou, Laten we eerst die de ook do's don't alvast afmaken. Ja, doen. dus we hebben Ja, één do en één een don't. do. Ja. Dus eerst iemand hand vastpakken. Door dat haar strelen, dat is denk ik wel schattig. Schattig, oké. Ja, Dat is nummer ik probeer twee, een gewoon iets do. schattigs te bedenken, snap Ja, je? Want nee, snap eigenlijk, ik. het is gewoon iets. Nog één do, dan hebben we er drie. Misschien vanuit je eigen ervaring bijvoorbeeld. Dat je dacht van, nee, dat was wel fijn. Dat was wel Ja. fijn. Ja, wat ik zei, als iemand ja, over arm wrijft of zo. Het is gewoon, als het gewoon Ja, gezellig is en gewoon lief is, dat vind ik het het gevoel. belangrijkste. Oké, nog twee don'ts, dan hebben we. Don't, ja, dus niet zomaar die tong erin gooien. Ja, en niet eigenlijk af en toe wel even stoppen. Niet de hele tijd aan één keer doorgaan. Ik denk dat dat ook wel belangrijk Nee, is. snap ik. Ja, en ik vind op iemands lip bijten is eigenlijk alleen maar pijnlijk, dus doe dat Oh, ook maar echt? niet. Ja. Oké, nou, dat is voor jou een don't. Ja, dat kan, dat kan. Ja, niet iedereen vindt bepaalde dingen fijn en andersom. Oké, hey, maar even terug naar jou. Je hebt meegedaan aan de Junior Eurovisie Songfestival. Ja, in De 2016, dus dat is alweer 6 jaar zes geleden. jaar Ja. geleden. The Voice Kids? Ja, ook. Ook, Ja, ook. dat zag ik altijd op tv. Dat moest een keer gebeuren. Ja, als je altijd zingt, dan ben je toch benieuwd wie er gaat draaien en hoe dat dan Snap allemaal ik. is. Ik heb je ook actrice genoemd. Ja. Je hebt in films gespeeld. Zeker. Ja, ik heb in 4, 5 films denk ik gespeeld. Dat waren bijrollen dan. En ik heb nu in Dance Camp dan de serie heb ik een hoofdrol. Dus dat is superleuk. Daar speel ik de bitch. Wauw. Wauw, oké. Ja, dat is wel heel leuk. Maar heb je dan ook het gevoel dat het echt bij jou past? Dat je dat wel, dat een kant van jou is? Of is dat echt, moet je echt Wat gewoon. denk jij? Ik denk dat jij wel een kantje hebt waarbij je wel. Jawel, je bent heel uitgesproken en je bent heel direct. Dus het kan zijn dat bepaalde dingen die je zegt, dat Ja. sommige mensen zoiets hebben van wow, dat ervaar ik wel. Het is best een bitch eigenlijk. Oh. Kan. Dat is wat ik denk. Ja. Nee, ik let er altijd wel mee op. Ik ga niet zomaar dingen roepen tegen mensen die mensen zouden kunnen kwetsen.